Volgens mij is dit project in een recordtijd uit de grond gestampt. Nou, dat kun je wel stellen, ja. Wij hadden in eerste instantie een iets andere planning om begin februari-maart 2014 open te gaan. Maar nadat wij met onze partner nog eens een keer kritisch naar de plannen en het tijdschema gekeken hebben, hebben we op een gegeven moment gezegd, nee, dan gaan we ook voor eind oktober 2013. Nou, het is gelukt. Als we hier rondkijken, dan zien we hier een heel uitgebreid winkelaanbod. We konden tijdens de persconferentie net horen dat er circa 30 winkels toegevoegd zijn die nog niet eerder in Solingen te vinden waren. Dat is een mooie prestatie. Voor hoeveel procent zijn jullie op dit moment verhuurd? Op dit moment zijn 90% verhuurd, gebaseerd op vast getekende huurcontracten. En met de resterende 10% zijn we in onderhandeling. Ja. En hopen daar dus gewoon elke week, elke twee weken toch nieuwe namen aan te kunnen toevoegen. Ja, serviceaspecten. Hier achter ons, achter het logo, is de food court. Daar is ook iets speciaal voor kinderen gemaakt. Er is ook van een Nederlandse ondernemer volgens mij een Kiddyland geplaatst. Ja. Ja. Dus zeg maar, het onderscheiden, waar doet dit centrum dat op? Nou, ik denk dat het zich onderscheidt in die zin dat het is behoorlijk groen is. Hoofdkarten, dat zegt het al. De kleuren, we hebben het ook op die manier aangepast. We hebben daar enorm op gelet in, met materiaalgebruik, met energieverbruik en zo. Nou, Duitsland hoopt überhaupt daar al op voor, omdat natuurlijk enorm veel wat met sustainability te maken heeft al via wetgeving is vastgelegd. Ja, en nou, je hebt Solingen gezien. Ik denk dat Solingen echt toe was aan een modern winkelcentrum. En toch weer iets geven aan die stad. Wat natuurlijk jarenlang hier heeft leeggestaan. Een oud hotel en een oude karstad. Ja, tegenover een zeer modern busstation. Ja, dan heeft die stad het gewoon nodig. En dan we hebben die mogelijkheid gezien. En we hebben ook de kans gegrepen. Hoe maak je van een toilet iets dat bijdraagt aan het onderscheidende van een winkelcentrum? Nou, ik denk dat waar we nu zijn een heel mooi voorbeeld is van een echte samenwerking tussen de ontwikkelaar van dit winkelcentrum, degene die het gaat exploiteren, en Toedeloe. Dus MAB, Sona, Sherre en Toedeloe. Daar waren al wat ideeën over een onderscheidende toiletfaciliteit bij de ontwikkelaar en bij de exploitant. En daar hebben we eigenlijk Toedeloe aan gekoppeld en de Toedeloe elementen weer terug laten komen, maar ook ideeën van de ontwikkelaar terug laten komen. Zodat je eigenlijk denk ik echt een heel onderscheidend toilet nu hebt in het centrum hier. Moet een toilet onderscheidend zijn? Is de basisfunctionaliteit, die ook voor winkelcentra geldt, schoon, heel veilig, niet al voldoende? Nou, wij vinden dus van niet. Hè. Wij vinden dat je juist zeker in de huidige tijd en in de huidige economie, denk ik, dat je klant gewoon iets meer moet bieden. En wij zien ook dat de centra waar we Toedeloe implementeren, dat de verblijfsduur eigenlijk positief beïnvloed wordt. Omdat mensen gewoon nu prettiger naar zo'n toiletfaciliteit toe gaan. Dat het gewoon goed is. Mensen het leuk vinden ook zelfs om naar de wc te gaan. En dan in een omgeving blijven in plaats van naar huis toe gaan. Ja. Dus ik denk dat het absoluut een belangrijke factor is om te zorgen dat, dat die klant gewoon in zo'n centrum blijft. Ja, oké. Waren jullie al verder uitgerold naar het buitenland of is dit de eerste? Nee, we zitten inmiddels in 9 landen. En dit is dan het 9e land, want dit is wel de eerste winkel in Duitsland. Dus voor ons is dat wel een mooie stap. Ja. Maar we zitten in België, we zitten in Spanje, in Hongarije, in Oostenrijk, in Polen, Tsjechië, Israël. Dus allerlei landen inmiddels. Ja. Jongen, dat is ongelooflijk waar je geld mee kan verdienen. Ja, wat ik me ook afvroeg, zo'n faciliteit kost geld. Er komt bemanning op te zitten. Ja. Het moet schoongehouden worden, materialenverbruik, noem maar op. Ben je gewoon ondernemer hier? Betaal je een huurprijs? Hoe werkt dat? Nou, het is een samenwerking met het centrum in de zin dat de verbouwingskosten zijn door het centrum gedragen. Dus wij maken van tevoren een begroting wat kost het om Toedeloe te implementeren. Ja. Dat wordt gewoon onderdeel van het totaalproject gemaakt hier in het centrum. Dus jullie moeten vroeg instijgen in zo'n project? Nou, dat is hier dan het geval geweest omdat dit een heel nieuw centrum is. Maar we implementeren Toedeloe ook in centra die gewoon al bestaan natuurlijk. Hè. Dus dat kan
op allerlei varianten. En wat eigenlijk ons model is, is dat wij dan in feite de huur weer, de investering eigenlijk weer terugbetalen in de vorm van een huur. En daarmee maak je de waarde van het centrum natuurlijk ook gewoon hoger. Er zitten geen exploitatiekosten meer in de servicekosten van zo'n centrum, omdat die allemaal onderdeel van ons model zijn. Dus het is in feite een model wat voor zowel degene die in het centrum zitten, dus de andere retailers, voor de exploitant is het interessant, ja. En voor Toedeloest een interessant model.